Goedemorgen op deze druilerige, waterkoude eerste februaridag. Maandag 1 februari. En dit is de maand van een Valentino die ik heel goed ken. Nou, Valentino, je kan aftellen tot jouw dag. En verder wens ik iedereen een fijne maandag. Tot morgen. Is dat anders dan de zee? Het is nog steeds 1 februari, maandag, middag. Ze hadden zon beloofd, die is niet gekomen. Dus ik loop maar even. Komt een groot schip aan. Mooi. Altijd mooi. Met de loods ervoor. DFDS. Het is mistig. Daar is het richting Hoek van Holland. En daar richting Maassluis. Nou, het maakt best wel vaart. Lopen ze de andere kant op. Het is nog steeds waterkoud. Hier de flats. Het is echt heel erg waterkoud. Ik loop mijn derde traject en ik ga ook maar weer eens terug. Dit zijn die terrassen, flats. Brrr, kijk eens wat daar aankomt. Mooi plaatje. Dank u. Gaan we doen? Gaan jullie niet verder galopperen? Jawel. Wij wachten. Net als ik film, houden jullie op. Oh, sorry. Kunnen we wel verder gaan hoor. Zo leuk. Ja, hartstikke idee. Ik was eigenlijk van plan recht door te gaan, maar hier is dus een officiële wandelroute langs de metro Rotterdam Hoek van Holland. Ik ga dat nu niet helemaal lopen natuurlijk, maar eens even kijken waar dat heen leidt. Oeh. Oh, dat was eigenlijk wel leuk geweest even door het bos
achtige wandelpad. Nou, je hebt ook veel recreatiemogelijkheden hier. Voor een andere keer vanuit Maassluis-West. Metro komt zojuist voorbij. Even hoger gaan. Kan ik hem nog net filmen. Maar hij heeft schutkleuren. Grijs. Nee, is al te ver weg. Misschien kan ik nog even inzoomen. Ja. Een halte. Goedemorgen op deze dinsdag 2 februari. Kijk, ja. Ik ben op de terugweg van mijn eerste traject. 20 minuten zitten erop en dan ben ik precies bij de Loosduinseweg. Of de Haagweg. Het is maar hoe je het wil zien. Nou, dit vind ik altijd wel een leuk stukje. Met al die achtertuinen van de tuinen. Verder heb ik niks te melden. Ja, ik heb geslapen als een roos. Ik ben vergeten mijn regencape op te doen, want toen ik wegging viel het mee. Dus mijn jas wordt toch wel een beetje nat. Ik stop ermee. Tot morgen. Door een verkeerde handeling van mij heb ik mijn ommetje niet kunnen delen. Dus loop ik maar vrolijk verder. Het is eigenlijk helemaal niet koud. En door het lopen begint je bloed lekker te stromen. Ik voel me gewoon beter dan toen ik begon. En dat is natuurlijk ook de bedoeling. Ik ben weer beland in Meer en Bos. Eerst even helemaal Nieuw-Waldeck heen en weer. En nu eindig ik in Meer en Bos tot ik weer kan delen. Bye bye. Goedemorgen op deze woensdag 3 februari en ik word aangetrokken door de boomstammen. Dat vond ik als kind altijd zo leuk als ik in de bossen wandelde. Nou, ik sta hier voor de ingang van HBS in Den Haag. Dit is verder niet zo bijzonder, grote parkeerplaats, maar de boomstammen, ja. Die trokken mijn aandacht.
Ik ben hier bij de Rondweg. Het is natuurlijk wel drukker met autoverkeer, maar de variatie. Oh, binnen in de bosjes van Pex was een oase van rust. Het is vandaag donderdag 4 februari. En vandaag bidden we voor de senioren. Ik loop hier in een wijk die ik ooit gebouwd heb zien worden. Het is een wijk vlak achter de duinen. Je mag er niet vissen. Ik steek even de zeewindelaan door en dan links de duinen in. Tot morgen. Middag, daar ben ik nog even. Ik ben weer in aan de rand van het Vroondaal. Steeds als ik op weg naar huis ben in deze buurt, dan wil ik even kijken hoe het ervoor staat met de aanleg van de natte ecologische zone. Nou, ze hebben een heleboel bomen geplant. Ze doen wel ontzettend hun best. Ja, het was natuurlijk prachtig. En het wordt heel erg aangelegd allemaal. Ik heb nog nooit mensen hier zien werken. Die werktuigen staan altijd te staan als ik hier film. Het is ongeveer 4:30. Nou, ze zijn wel groot. Ze zijn een stuk gevorderd, zeg. Even kijken. De grote vijver is er gegraven. Ja. Zover zijn ze nou. Ja, het wordt meer parkachtig en het was helemaal heel dicht begroeid met allemaal sluipdoor, kruipdoor paadjes. Nou, dit is het dan. Zover staat het ervoor. Wat is er nou eigenlijk overgebleven van de witte vlek? Ik hoor wel heel veel vogels hoor. Het is pas februari, maar het lijkt maart. Hier kan je dan nog wel in, denk ik. Maar ik heb genoeg gelopen vandaag. Kan je er hier in? Nou, dat doe ik dan wel als het helemaal klaar is. Ik heb zo'n idee dat ze dit aan het aanleggen zijn vanwege de nieuwe woonwijk Vroondaal. Zodat de mensen die daar wonen straks hier kunnen recreëren. Het zal een heel stuk drukker worden. Aanleg natte ecologische zone.
ik heb niks voor jullie. Het is toch altijd mooi hier. Altijd mooi. Goedemorgen op deze mistige zaterdagochtend 6 februari. Ja, heel Nederland maakt zich op voor een ijzige week. Voor een sneeuwstorm morgen. Voor code oranje. Nou, nu is het nog code mist. Ja, het is niet eens mist. Wat is het? Ochtendnevel. Ik kom bij jullie terug als het sneeuwt. Bye bye.
Zo, ja. Goedemorgen. Nou, er ligt wel wat. En, dat het even naar buiten stappen, dat het gestuift heeft. Dat zie je, dat het helemaal tegen mijn schuurdeur is opgewaaid. Ja, ja, het is akelig weer. Brrr. Het is nu een soort regensneeuw. Maar ik ga nu maar toch lopen meteen.